Zenders van Inkel. De jongens van Wet, hebben hun nieuwe videoclip afgekeurd. Ze gaan nu een nieuwe opname maken in Spanje. Esperanto. Spanje, hè? Waarom zouden ze zo'n clip nou afkeuren? Ik bedoel, wat zou de reden daarvoor zijn? Reden 1 is, hij is niet commercieel genoeg. Reden 2 is, hij flikkert niet genoeg op televisie. Ja. Reden 3 zou kunnen zijn, misschien zit er wel te veel bloot in. Wat voor ons land natuurlijk geen probleem is. Nee, maar voor Engeland is dat altijd iets meer een probleem. Het zou natuurlijk ook kunnen dat het misschien een iets te statisch beeld was. Op zich is dat misschien een aardig idee om binnenkort... Binnenkort een clip uit te brengen gewoon van een schilderij of zo. Dus 3 minuten lang. Oh ja. Het bewonderen van een prachtige Monet op de beeldbuis. Of een Gauguin. Of een Rembrandt. Of een Van Gogh. En dan daaronder bijvoorbeeld Piet Veerman. Dat lijkt me een goed plan. Eén nadeel, dat is natuurlijk heel vervelend. Stel voor, je zit in de auto, het is een beetje glad, hè? Dat hoor je ook. Weet je al, zo lekker gezellig, een beetje sneeuw, warmte naar beneden. Eén nadeel, en dat kan je leven wel eens kosten. Mijn Rembrandt. Jouw Rembrandt? Mijn Rembrandt, dus dan de... Van Gogh! Van Gogh! Goed, dat in het kader van de intelligente, leuk bedoelde, maar vooral niet zo overgekomen woordspelingen. We hebben nog iets bijzonders. Ben Liebrand heeft zichzelf opgesloten in de kelder, want hij is bezig met de Grand Mix 89. Hij zweet, hij huilt, hij lijdt, maar hij komt eraan. En ondertussen doet hij ook nog eens in dezelfde tijd een mini-mix. En deze is geworden. Der Erdbeermund. Dein Erdbeermund. Ja, dat kan ik niet lezen. Een culture beat featuring Jo van Nelson. Uitgevoerd met een Faraad beat. Ja, ja. Das loopt spaak. Hou op. Run, run, go now, run. Hallo, Lydia Ouwendijk. Hallo, Lydia. Lydia, ik wil heel graag van jou weten wie jij wil suggereren als Iri van het jaar. Nou, voor mij is Jack Spijkerman. Jack Spijkerman? Waarom Jack Spijkerman? Nou, niet voor mij, maar omdat hij zo heerlijk irritant is af en toe. Vooral voor anderen. Ja. Vind ik dat hij de nummer 1 wel verdient. Maar zijn wij dan af en toe niet irritant voor anderen? Ja, maar dat is toch leuk? Dat is leuk. Ah, oké. Jij hebt smaak. Wezenlijk verschil, ze heeft het in de gaten, dankjewel. Hij staat genoteerd. En we zetten er een streepje bij. Mag ik jou hartelijk danken? Ja, jullie ook. Oké. Prettige avond. Goed zo. Prettige avond. Dag. Doei. Dag. Tot ziens. Lief meisje. Ze is lief. We houden van haar. We gaan goeie smaak en zo. Ja, toen gaan we Hollywood. Sorry, Jack. Maar echt helemaal geen probleem. Zo, goed. Dat was dan weer van Karel van Kreeg. Goed, Jeroen. Ja, één ding moeten wij ook doen. De prachtige muziek loopt door. Ik heb eigenlijk meer behoefte aan dit orkest. Wij moeten namelijk onze lezers nog bedanken, hè? Onze lezers van ons blad, hè? Ja, top 10 magazine, hè? Oh ja, inderdaad. Ik wil ook nog even bedanken. Want de nieuwe populariteitspoll is bekend, vrienden. En uiteraard zouden we dit niet behandelen als we daar niet zeer positief uit naar voren waren gekomen. Precies. Dus daar gaat hij. Even kijken. De favoriete acteur is... Oh nee, wacht even. Wel waar wij gewoon in voorkomen. Dat zei ze natuurlijk wel zeker. Voorkomen, okay. Ja. Nou goed, radioprogramma is op nummer 1 met 38,8% Veronica's top 40. En op nummer 2, met een heel klein beetje verschil, 35,7%, Stalders und Van Inkel. Dat is ganz schön, Dan de afdeling discjockeys. Ja, kom maar. Dat is ook niet onbelangrijk. Sorry, ik zat weer door je heen, hè, schat. Even kijken, de discjockeys, daar vinden wij op 3. Erik de Zwart, dames en heren. Op nummer 2, Rob Stenders. En die is daar nieuw binnengekomen. Eveneens nieuw in dat lijstje, Peter Holland. Ja. Zomaar. Jarenlang werkt hij zich helemaal uit de naad bij de VARA. En nu zit hij bij Veronica. En hij komt gelijk binnen op nummer 6. Goedemorgen. Op 5 Bart van Leeuwen. En even kijken, dat was het wel. Oh ja, ik sta op 1. Dank je. Gaaf. Ja, ik ben er toch blij mee. Toeval. Doe dat nonchalant over. Het gebeurt ook nooit. Hè, verder. Kijk, zat ik nou bij de VARA, dan was dat nooit gebeurd. Maar ik zit bij Veronica. En nu is het gelukt. Dat je zegt van succesvol. Goed, we moeten nog even de minimix afkondigen. De minimix, dat was dus Der Erdbeermund. En dat is een gedicht van François Villon. En die heeft geleefd van 1431 tot 1463. En dan heeft deze Duitse groep, die dus heet Culture Beat featuring Jo van Nelson, die hebben daar dus een liedje van gemaakt. En Ben Liebrand heeft dat weer op de zijn bekende, geniale wijze weten te mixen. Doet hij uit zijn hoofd, hoor, op dit. Wie? Jij. Oh, ik dacht Ben. Weet bijna niemand. Dan nog één ding waarmee ik jullie lastig wil vallen. Ik ben deze week naar een concert geweest.
Ja. In de cultuurtempel, de rocktempel. Dat is duidelijk wat daar gebeurt. Daar waar kwaliteit zich altijd ontwikkeld heeft. En als mainstream omroepen als Veronica zo'n fenomeen eindelijk ontdekken, dan... Nou, eigenlijk zijn we er deze keer vroeg bij geweest. Als zeker. Zo. Was jij niet een van de eerste die draaide, zo niet de eerste? Weet je wie vandaag jarig is? Ja, weet ik. Oh. Heb ik vandaag nog gehoord. Wie was ook alweer jarig? Ja. Oh nee, dat is morgen. Unico Glorie is morgen. Morgen, sorry. Ja. Theo Diepenbroek is vandaag jarig. Oh darling, when we are together, I kiss you to pleasure. Ken ik nog. Ja. Juist. Robin en Morris Gibb, 44ste verjaardag. En ook hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. met meer vibrato. Hartelijk gefeliciteerd. Guys van de afdeling Gip. Maar ook hartelijk gefeliciteerd Joris Voorhoeven. Joris is ook vandaag jarig. Oeh, Joris, gefeliciteerd. Pop. Joris 4 Pinter. 7.2 bovenop het Veronica uitzendcomplex. En dan nu. Een bericht waar je wel of niet je voordeel. Kijk zelf maar. Mee kan doen. Misschien ook eigenlijk niet. Nou ja, zie maar of zo. Het gebeurde in het Noorden Dierenpark in Emmen. Daar schonk het nijlpaard Laura het leven aan een 40 kilo wegend babytje. Waarvan nog niet zeker is of het een jongetje of een meisje is. Dat kan namelijk bij nijlpaarden pas na enkele weken vastgesteld worden. De mensen daar in het Noorder Dierenpark in Emmen zijn vreselijk blij met het babytje met nog onduidelijk wat voor seks het is. Maar we hebben in ieder geval een naam bedacht. Dat heb ik vanmorgen al gezegd, ik weet niet of je dat gehoord hebt, Rob. Maar het leek me zo leuk als ze het babytje Rob zouden noemen. Waarom? Rob het nijlpaard. Het heeft een bepaalde klank dat je denkt van, ja, zo wil ik door het leven gaan. Is dat een compliment of niet? Ja, absoluut. Voor het nijlpaard. In dit uur hoor je nog één snipperhit, maar dan maak je kans op die wintersportvakantie. Dat is de laatste kans van mensen om een goede gok te doen in de richting van die White Christmas actie. B-52's en Love Shack op de vrijdagavond. Dat je je realiseert dat het einde van het jaar steeds dichterbij komt. Dichterbij. Dichterbij. Het ademt de sfeer uit van het eindejaar. Dat betekent dat iedereen zo zijn eigen jaaroverzichten heeft. Precies. En wij hebben dat ook gemeend te moeten doen met het fenomeen Flip. Ze zijn verzameld. Alle plaatjes zijn bij elkaar opgeteld. En wij zijn gekomen tot de flippiek van 1989. Anders, trendsetter, sneller, de stender. En van Inkoor, 9. Even kijken, wie begint er op 9? Laten we, Unico begin, jij is op 9. De productie van Jesse B, Soul to Soul en Back to Life. Met een geschiedenis, maar altijd mooi. John Hyatt, Have a Little Faith in Me, staat op nummer 8. En op nummer 7, Ragdoll, Aerosmith. Op nummer 6, Have I Told You Lately, Van Morrison. Op nummer 5, het werd waar dit jaar, Rockin' in a Free World. Terwijl hij het niet eens kon vermoeden toen hij het liedje maakte, Neil Young. De beste plaat van 89, Nana Cherry Buffalo, stands op nummer 4. Op nummer 3, R.U.M. en Orange Crush. Op 2, Lou Reed, Dirty Boulevard. En op 1, Lenny Kravitz, met Let Love Rule. Lekker kerstfeest. Wie? Voor jou. Voor wie? Voor allemaal. Kan ik dat nog een keer herhalen? Voor jou. Ah, voor jou. Dank je. Voor mij. Weet je van jullie ook wel? Merry Christmas, friends. En dan is het nu tijd voor een naamjingle.
hoor, tot zo direct. Nee. Daar was fout, ligt daar. Ja, natuurlijk. Oh ja, heb je hem. Tot zo. Dear Jessie, haar meest recente bijdrage aan het Nationale Hitfront. En we zijn er blij mee. Het is duidelijk een plaat die tijdens dit soort dagen, als het met bakken naar beneden komt, absoluut niet op zijn plaats is. Maar het is leuk bedoeld voor de kerst. Sneeuwt het in Amerika? Weet je dat toevallig, Rob? Het sneeuwt in bepaalde gebieden van Amerika. Sneeuwt het ongetwijfeld. Amerika is zo groot dat je hierbij wel een beetje gelijk moet hebben. Kan niet anders. Het is in ieder geval zo dat de vrouw van president Bush last van roos heeft. Dus daar sneeuwt het in ieder geval een heel klein beetje. Goedenavond, wie is dit? Gerhard Plugers. Gerhard Plugers uit Hedel? Ja. Is het daar de plek waar ze last hebben van die ziekte van Hedel? Nee, meer van de paardenmarkt hebben ze hier last van. Oh, van de paardenmarkt? Ja. Ik dacht, je kent het mopje wel, hè? Meer haar op je ballen dan op je schedel. Dat is de ziekte van Hedel. Ja, ja. Tenminste, dat heb ik een keer gehoord. Maar daar heb je daar alleen een paardenmarkt. Excuseer maar. Van deze plaat Gerhard. Ga ik helemaal uit mijn schedel. Gerhard, je weet welke plaat. Dat is... Rhythm Nation van Janet Jackson. Absoluut. Goed beantwoord. De 4 kerstverzamel cd's en 25 oliebollen zijn van jou. Lekker. Hartstikke mooi. Doe nog even een gok in het kader van hoeveel keer het nummer White Christmas op de plaat is gezet en het winnen van de wintersportvakantie plus 1000 gulden. Hoger. Nou, ik zeg maar 1674. 1674. 1600. Wacht even. Dat ligt wel heel erg dicht bij de vorige kandidaat, 1673. Maar het is eentje meer, dus het kan. We schrijven het op, 1674. Luister naar Stenders en Van Inkel. Later maken we bekend wie de wintersportvakantie heeft gewonnen. Morgen, op de Nederlandse beeldbuis. Twee figuren, die zijn wat vager. En dat rijdt alweer op toontje lager. Twee mensen die je voornamelijk kent van stem op de radio zijn morgen te zien. Om 4:50 op Nederland 2 in het programma Club Veronica. Dat zal worden gepresenteerd door Francis Dix en Rob Stenders. En morgenavond zal het programma Club Veronica ook niet meer worden uitgezonden. Even kijken. Club Veronica bestaat 5 jaar. Naar aanleiding van deze feestelijke gebeurtenis maken de Clubkids een lustrum-uitzending. Rechtstreeks vanuit het café-restaurant Rum Runners in Amsterdam, gepresenteerd door Francis Dix en Rob Stenders. Hierin wordt de geschiedenis van Club Veronica belicht en alle belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar passeren de revue. Er vinden gesprekken plaats met Clubkids over wat ze met hun televisie- of radioopleiding hebben gedaan of nog doen. Klopt. Dat heb jij heel mooi voorgedragen. Ja, mooi hè? Echt waar. En hier zojuist in de hoek van, ik zal zijn naam niet meer noemen, in de hoek van deze cabine. Ja. Jan Hogestein dus. Die weer van Kano Café. Die deed bij Lus al een lusgebaar maken, zal ik maar zeggen. Als in Lus hangen, qua Club Veronica. Dat gaat helemaal te gek morgen. Let maar op. Dat kan haast niet anders gaan. Als vreselijk professioneel. Hey. Maar wees Clement, het is niet erg makkelijk om gelijk live op televisie te gaan. Dus als er wat fout gaat, weet een beetje aardig. Even wachten voordat je aan het recept begint. Oh, ja? Even nog wat dingen teruggeven aan Unico. Voor jou heb ik nog steeds niks bij me, maar dit liedje, Pale Fountains. Oh. Thank you. Voor jou, Unico. Zo heet dat liedje ook. Ja, en ik heb hier nog een boek, wat ik inmiddels helemaal uit heb. Ik weet dus ineens alles van popmuziek. Ja. Het is niet de pop-aanslopen die geweest, maar het is All You Need Is Love. Ja. En dat heb ik een tijdje in mijn bezit gehad, vandaar dat de kaf niet helemaal meer is wat hij geweest is. Als het boek nog maar goed is. Wat gaat om de inhoud en die is overgebracht, dus wat dat betreft. En mijn Beatleboek. Beatleboek komt volgende week. Jouw dingen komen ook nog terug, Jeroen, maar jij moet mij ook nog een Frankie Goes to Hollywood geven, die jij vorig jaar tijdens de top 100 aller tijden vernietigd hebt. Ja, per ongeluk expres. Sorry, daarvoor trouwens. Oké, het is tijd geworden voor het Stenders en Van Inkel kerstrecept. Je kan de details nalezen op pagina 365 op teletext. Maar hier zijn in ieder geval de ingrediënten voor het hoofdgerecht. En Rob gaat je die nu geven. Alsjeblieft, Rob. Ik heb een leuke kaart, hè. Hier is het. Oh, hartstikke leuk. In het Japans. Merry Christmas. Oh, nou moet ik dus over eten gaan lullen. En iedereen die roept altijd in dit bedrijf, Stenders, die eet niet goed. Dus nu moet ik gewoon ingrediënten geven die ik niet ken. Maar goed, het hoofdgerecht zal bestaan uit reebiefstukjes in mango-saus. Dat zal wel een soort wraak zijn voor het aanrijden toen van een ree. Ingrediënten, 4 kleine reebiefstukjes van 175 gram. Wat fijn gehakte basilicum, verse gehakte peperkorrels, 2 schoongemaakte mango's, 2 deciliter Griekse yoghurt. En een klein uitje. De bereiding, pureer de mango's en maak met de yoghurt, de basilicum en de verse peperkorrels een saus. Bak de biefstukjes in wat roomboter zonder peper en zout in 3 tot 5 minuten lichtbruin. Serveer met
heeft bij voorbeeld gebakken aardappels en verse haricots. Zijn dat nou weer, joh? En dat is toch een bijzonder lekker recept. Aangeboden door... Spessieboontjes. Met de Unico. Er zijn sommige tieneratleten die hebben om tot betere prestaties te komen... wel eens de testicles van een bepaald type stier uit Amerika gegeten. Doktoren zeggen dat het een fout is vanwege twee redenen. Het middel werkt niet als een steroïde en het smaakt absoluut vreselijk. Oh, oh, oh. Wat ben je toch eigenlijk een mafkees? Oh my god, it's... Luister als we later nog de helden top 10 hebben in plaats van de Eerie top 10. Luister als we de Eerie van het jaar een beetje proberen aan te keilen hier. In het kader van wie wordt de Eerie van het jaar. Oh, ik heb zo'n hekel aan dit soort dingen. Dat is Max. Hé, heb ik een cd van bij me? Ga ik even pakken, wil jij het doen? Oh, god. Ik word hier helemaal niet goed van. Kom dan. Er is nu één naam die door mijn hoofd galmt. Max. 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 En woensdag weet hij het. Weet je het nog? De Grand Mix van vorig jaar. Activating all systems. The moment I wake up. Dit jaar gebeurt het weer op 29 december tussen 6 en 7. On the bird, go, go, go. Grand Mix over 89. Van Veronica Radio. Een uitputtingsslag. Veel succes, man. 29 december. Thank you for using me. Let's turn on the National Christmas Tree. De kerstfeest van de jaren 80 wordt een uniek feest. In een rechtstreekse marathonuitzending van 6 uur komen meer dan 100 jongeren aan het woord over hoe zij de jaren 80 hebben beleefd. Eerste kerstdag van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds via Radio 1. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Een interview met de nieuwe Nederlandse band Superbow. Verder in gesprek met de Amerikaanse groep Faster, Pussycat en live opnames van The Neville Brothers. Vanavond tussen 10 en 12, Dix en Dix in... Café. Absoluut. De meeste hits per uur. Veronica. Radio. 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 El Topo. Zo. Juist. He he. Dat tot zover weer even Rock'n'Roll Radio. Zal ik het even oplezen? Graag. Popjournaal. Angie Fraint, de meest veelzijdige vrouw in Nederland, onderstreept en met grote letters. Ze ziet er flitsend wild en sexy uit. Ze kijkt de wereld brutaal aan en weet precies wat ze doet. Ieder optreden ziet ze als een uitdaging. Door haar spontaniteit brengt ze elke zaal in extase. Ze houdt van haar publiek en kijkt op niemand neer. Niet zo goed. Ze is de meest interessante vrouw in Nederland. Keer, keer, keer. De start van haar zangcarrière ziet er meteen rooskleurig uit. De release van haar nieuwe single We Can All Be Friends, mede door haar geschreven en geproduceerd, wordt ondersteund door vele commerciële radio- en televisiestations. En de single werd in week 49 en 50 al gebombardeerd tot alarmschijf. Huh? 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 Ik weet van niks. Huh? Weet jij wat? Huh? Alarmschijf? Bij de piratenstations in Nederland en België. Ja, sorry. Kortom, Angie Fraint is de meest veelzijdige vrouw in Nederland en heeft deze week de frisbee van de week. No war is right.
Ik lees hier nog, wacht even. Dit is het slotstuk van het persjournaal. Dat is niet hoor, anders, maar goed, oké. Ja, het is even moeilijk. Ze bespeelt het publiek en zingt op wereldniveau. Oh. Oh. Even luisteren hoor. Ja. Hoor haar het publiek bespelen. Wij wilden haar gaarne een plaatsje toebedelen in de kerststal qua uiterlijk, maar blijkbaar is het gewoon uiterlijk fantastisch. Jeroen, beoordeel jij dit eens even? Ja, dus echt apart. Anders. Gewoon echt, echt heel anders. Oké, dankjewel. Hoe heet deze juffrouw ook alweer? Angie Frames. En zij was de favoriete zangeres van zichzelf. Zeg me dat het niet zo is. Feel the force. Real thing. And can you feel the force? Oh, zo heet hij. Ik dacht wel, ik vond het een leuke plaat, maar ik kon maar niet op die titel komen. Gek dus, is dat, hè? Want ze zingen dat inderdaad ook echt maar een keer of 200, 300. Opvallend dat jij de titel daar toch uit weet te ventileren. Jarenlange oefening is dat. En die baardkinderen, qua kunst. Ja. Klein kunst, hè? Klein babytje, klein kunst, hè? Dames en heren, 7 minuten over 9:30. Het is een moment van nadenken. Het is een moment van mensen niet alleen maar doormidden zagen, maar ook in hun waarde laten. Het hele jaar hebben wij Iris uitgezocht. En dat is uitgezonden in ons programma Stenders en Van Inkel, elke week op vrijdagavond. Maar om ook eens wat terug te doen, hebben we nu besloten om zo rond de kerstdagen een helden top 10 samen te stellen. En hier komt hij. Op nummer 10 vinden wij de man die zich inzet voor zoveel sociale misstanden. Sting. Op nummer 9, een vrouw die op ons allen heel veel indruk heeft gemaakt. Miss Universe van afgelopen jaar, Angela Visser. Als we nog aan Angela denken, dan worden we al warm van binnen. Ombijtje. Ik heb zo'n heel warm gebol van binnen. En dan op nummer 8, daar vinden we een dame die toch wel behoorlijk de boel op stelte heeft gezet het afgelopen jaar. Stelte? En die stelden van haar, die waren dan wel verbouwd, maar ze zagen er toch vreselijk lekker uit. Zeker. Vandaar dat ze op 8 staat. Hier is Cher. Op nummer 7, het symbool voor de vrijheid in Zuid-Afrika. Nelson Mandela. Op nummer 6, ongetwijfeld de beste voetballer van Europa van afgelopen jaar. Voetbal bij AC Milan, Frank Rijkaard. En dan vinden we op nummer 5. Oh. Uit de semi-intellectuele hoek. Uit de semi-intellectuele hoek. Een man die volgens zijn eigen zeggen gewoon doet waar hij zin in heeft. Gewoon lekker pure muziek maakt. Zijn naam is Lenny Kravitz en hij staat op 5. Op nummer 4, misschien wel een van de beste acteurs van dit jaar. En niet alleen van dit jaar, maar van de afgelopen 10 jaar. Hij speelde een glansrol in Rain Man. Oh, prachtig. Dustin Hoffman. Op nummer 3. Van Coat en de Bie, de heren waar ik altijd op veel plezier op zondagavond naar kijk als ze zitten te eten in de NOB-kantine. En waar ik ook altijd een beetje jaloers op zal blijven. Zijn ze dan nou komisch als ze eten? Zijn ze heel komisch, dan lach ik op een afstandje, dus ik sta te genieten. Intellectueel eten, kijk eens wat ze daarmee bedoelen. Met de manier waarop ze hun vork oppakken, de manier waarop ze hun lepel oppakken. Wat bedoelen ze daarmee? Dat houdt mij bezig in de kantine op zondagavond. En op nummer 2 in de helden top 10, daar staat ze. Een dame die we altijd op afstand al in stilte hebben bewonderd. Maar waar we nu ongegeneerd van de daken van konden schreeuwen dat we het vreselijk leuk vonden. En dat ze nog eens, en daar gaat het eigenlijk om, ongelooflijk mooi op een saxofoon kan blazen. Samen met Dave Stewart trotseert ze de hoge golven van de zo woelige hitparade branding. En zij staat elke keer weer voor het paleis van hem. En soms mag ze zelfs binnen en zijn hofdame zijn. Precies. Mijn naam, Candy Dulfer. En dan op nummer 1 in onze helden top 10. Dat is Mette Unico. Dit was niet afgesproken. Er staat iemand anders in. Kado! Rob, geef even door.
Dit is, we hebben hier een pakje. Kado. Want hij is straks om 12 uur jarig. Want dan wordt het namelijk zaterdag. Alsjeblieft. En dan wordt het zijn verjaardag. Ja. Maar dan hebben we geen uitzending, dus we doen dat iets eerder. Nu uitpakken? Zeker. Ja, ja. Nu uitpakken. Wil je het de kado. Verpakking niet voorlezen? Nee. Dankjewel. En zijn ervaren producer vingers ritsen het pakje open. Ja, kan ik oefenen, hè? Ja. Het is een presentje wat geschikt is voor kinderen vanaf 2 jaar. Ja. Ik ook, vertel even wat het is. Misschien wel handig voor de lieve luisteraartjes thuis. Nou, ik had altijd wel graag dishockey willen worden. Het is er nooit van gekomen, maar 1990 wordt het jaar wanneer ik voor het eerst denk ik ook mijn programma's ga presenteren op de radio. Ja, je kan hem op de achterkant opwinden, geloof ik. Oh, wacht, we gaan hem even opwinden. Ja. Ik heb een microfoon gekregen met een ander apparaat. Even kijken hoor, hoe werkt dat? Moet ik nog even uitzoeken, maar ja, je moet ik kan er wel praten. Ja. Wacht, hij doet wel iets. Ja, ja. Oh, hier, hoor. Kijk, dat heb ik er al uitgekregen. Ik bedoel, shit. Het is de goede weg erop. Zeker. Zo zijn we allemaal begonnen. Mooi, mooi blauw microfoontje met een witte bovenkant. Het is een kinderradio die slechts één wijsje speelt. En dat is het wijsje I Got Friday On My Mind, maar dan in de speeldoos uitvoering en geremixed. Want het is bijna niet te herkennen, maar... Winneko, gefeliciteerd. En we zullen ook nog maar eventjes roepen wie onze echte nummer 1 is in de Helden Top 20. Ja. Alhoewel hij natuurlijk zeker een warm plaatje verdient in deze lijst. Maar de echte nummer 1 in de Helden Top 10, zoals het in ieder geval ook op teletext staat, is... Mikhail Gorbachev. We lezen voor. Ja, we lezen voor. Uit de Stem der Van Inkel bundel, Het Schip aan de Horizon. De muziek is niet helemaal toepasselijk, maar we konden niet zo snel iets anders vinden. Dus daar gaat ie. Hoofdpijn is als de nacht. Als je in slaap valt, is het morgenochtend weg. En dat was de eerste uit de bundel. Het Schip aan de Horizon. Wordt uitgegeven. Door wie weten we nog niet, maar dat moet wel lukken. Al moeten we zelf een uitgeverij oprichten. Oh, maar je kunt stoppen met klappen. Okay. Het is race voorbij. De jarige voor vandaag. Er zit één hele opvallende bij. Cozy Powell, Dance with the Devil. Oh, die met dat drumstel. Ja, dat is de plaat die we draaiden toen we dat aan NOB-portier het ding cadeau hadden gegeven. Jongen, wat staat er weer te piepen? Zijn een beetje aan het piepen. Goed, mocht je nog last van burengerucht hebben, denk dan als volgt. Het valt allemaal mee als je het vergelijkt met de buren van Daphne Dekker. En vriend Maurice. Dit duo heeft seks op de volgende wijze. Zij ontkleden zich. Althans, ja, dat is het gerucht. Ik was er niet bij, uiteraard. Ik wilde het al gevraagd. Ik denk, hoe weet jij dat, jongen? Ja, nee, hoe weet je dat? Ik heb het ook maar uit een blaadje. Oké, ze kleden zich uit, houden niets anders aan dan hun laarzen. En rennen vervolgens de hele nacht enthousiast achter elkaar aan door het huis. Zoek ook nog zo'n partner. Lijkt me wel leuk. Kattenklop. De buren hebben nu geklaagd, want ze vinden dat het een beetje te ver gaat. Dus, een flauwe buren, joh. Hè? Ja. Makkelijk niet. The sign of the time. Deze feun van jou die zit daarin, hè? Mijn feun? Ja, feun zit in dat liedje, bedoel ik. Oh ja? Het op... Ja. Ik dacht, wat doet hij nou hier met die feun hier, maar... Deze. Ja. Zit die erin? Die zit daarin. Moet je maar eens een keer, als je een beetje tijd over hebt, moet je eens een keer gaan luisteren naar dat liedje. Dat kom je ineens tegen. Dan... Aandachtig luisteren, had jij dat gehoord? Ik heb het gehoord, ik dacht dat jij het was. Ja, wij dachten gewoon allebei dat het was. Ja, natuurlijk. We dachten echt, dat is die feun van... Dat durf ik me niet... Dat was een gekke, je haar zat al zo leuk. Ik denk, wat heeft die feun nou voor nodig? We hebben die handschoen nog die Ben Liebrand heeft gebruikt bij het knippen van de digitale... Zal ik hem even laten horen? Grand Mix 89. Ja, daar moeten we een vraag voor hebben. Wat kunnen we daar eens voor een vraag voor verzinnen? Wacht even. Ik wil hem even laten horen. Ben, wees even stil. Valt niet mee. Wees even stil. Oké, komt ie. Dit is de handschoen van Ben. Moet je het ook beschrijven dan, hè? Nee, dat is duidelijk, denk ik. Dat laat ik aan de fantasie van de lieve luisteraar over. Dit is de handschoen van Ben. Als Ben dit hoort, heeft hij spijt dat hij hem achtergelaten heeft, want het klinkt heel fijn. Stel me daar wat anders bij voor. Oké, wacht eventjes. Ik heb geen vraag. Ik dacht dat ik een intelligente vraag had, maar dat viel tegen. Nou, hoeveel knips zitten er in de minimix? Dat weten we zelf ook niet. Nee, dan moeten we wel iets weten wat we zelf zouden ook kunnen doen. Hoeveel vingers heeft Ben Liebrand nog over na het knippen van al zijn liedjes? Oh nee, wacht, ik weet het. Dat is gewoon iets om te gokken. Ja. Dat is misschien wel grappig.
Wat had Ben Liebrand op zijn gezicht na het maken van de Grand Mix, wat we niet gewend zijn van Ben Liebrand? Oh, ja, ja, ja. Dat is nogal om te gokken. Schijnt er nogal een sik van gehad te hebben, van dat lange... 064364 staat nu wagenwijd open voor het antwoord op deze vraag. En Wim de handschoen, een ontboezeming van de dochter van Cher in de Engelse pers. Ze heeft moeder bij de hand genomen en gezegd, ma, luistert. Ik ben een meisje. Ik ben jouw dochter. U begrijpt thuis allemaal dat Jeroen het nu vertaalt in het Nederlands. Omdat het zij natuurlijk geen Nederlands heeft. Dat even als nood. Het gaat hier trouwens om Chastity. 20 jaar oud. Ma, ik ben jouw dochter. En ik heb alle soorten mannen bij jou de deur zien platlopen. Daarom heb ik besloten dat ik alleen van vrouwen hou. Eventjes Gert Berg en Patty Braart van harte feliciteren. Met hun jonge, ontsproten, nieuwe, frisse relatie. Ik bedoel, eigenlijk geloof ik het niet. Denk ik dat het gewoon een persstunt is van Veronique. Maar dat hebben ze helemaal niet nodig. Ik bedoel, ze hebben het ANP-nieuws gehaald met de actie van morgen. Dus. Toch heb ik zoiets. Die twee bij elkaar. Gert Verderrie. En dan nu. Een bericht waar je wel of niet je voordeel. Kijk zelf maar. Mee kan doen. Misschien ook eigenlijk niet. Nou ja, zie maar of zo. En daar komt weer een statement uit de Stenders en Van Inkel bundel. Het schip aan de horizon. Hou je vast. Dit is een vrouwonvriendelijke opmerking. Alweer? Kijk uit voor vrouwen die nooit spreken. Ze luisteren altijd. 7:30. Is het mannenkoor klaar? Ben je klaar, Rob? Unico? Klaar. Oké, gaat ie, hè? Jeroen. Beetje rustig, hè? Beetje rustig. Dat was een liedje van de Christians, nummer heette Words. Hey, het is eigenlijk een beetje het einde van het jaar. Dat betekent dat allerlei mensen overzichtjes aan het maken zijn. Leukste liedjes hier, leukste liedjes daar. Helemaal niks hier, helemaal niks daar. Kanaaloverzicht, sportoverzicht, dag 80. Ja. Alles is in een overzichtje samengevat. Daar weet ik niet of wij eraan mee moeten doen, ik denk het niet. Nee. Maar ik zit wel met één ding, dat is een beetje rotzooi. Thuis komt alles gewoon ineens uit de kast. Dan liggen daar nog brieven, oh ja, die moeten nog beantwoord worden. Dan ligt daar nog een of ander belastingpensioenpremiefonds. Waarvan je ook nog wat moet doen, want ze hebben echt allemaal... Niet belangrijk. En dan kom je natuurlijk ook nog een aantal fijne liedjes tegen. Waarvan je niet weet hoe ze ook alweer klonken. Dat ga ik even uitproberen. Het is tijd voor de grote winterschoonmaak. Het is een beetje lullig dat ik dat tijdens de zendtijd doe, maar ik heb geen tijd gehad. Het komt gewoon verkeerd uit. Er zijn wel eens momenten, dan gaat die microfoon open. En dan het is net als we aan het opruimen zijn. Even kijken hoor. Nou, nee. Het is niks. Wordt geen hit. Even kijken, wat is dit? Wel, de door alle drukte weer vergeten de Idi van het jaar op te sturen. Joop van den Ende. Nou, hij is al gemaakt, hè? De Idi van het jaar is al bekend. Nou, is ook niks. Paul McCartney, 34.250 bezoekers in Ahoy dit jaar gescoord. Nou, ook niet echt interessant. Dank je, Leon, voor het opsturen van je overzicht. Weet niet of dit... Ik heb nog... Het wordt gewoon weg, hè? Het heeft gewoon geen zin meer. Even kijken. Ik heb hier nog een hele berg brieven. Berichtje over Kojak. Is dat leuk om een berichtje over Kojak te doen? Weet dat ik niet. Probeer het maar. Hij en zijn limo, ze gaan al jaren door het leven samen, hadden pech in de wijk Harlem in New York. Nou, je weet, als je daar pech hebt met je auto, dan heb je pech. Dan moet je alle deuren dicht doen en hopen dat iemand je komt redden. Maar wat gebeurde er in de wijk? De mensen keken naar binnen en zeiden, hé, hey, dat is Kojak. Hebben ze daar geen ANWB? ANWB. Nee, dat hebben ze er niet. Maar ze hebben hem in ieder geval aangeduwd. Ja, ja. Oh nee. En hij is met een glimlach op zijn mond. En een lolly daar ook in. Terug naar huis geduwd door een complete buurt van Harlem. In Harlem. Dat is toch heel aardig. Ik heb ook nog wat gevonden. Handig. Dit ken je wel. Wat is dat? Oh, een leuk liedje van Tom Petty en The Heartbreakers, Refugee. Oh ja, die kennen we. Gedraaid trouwens. Heb ik pas gedraaid? Ja. Ik wil dat je dat niet even opgemerkt hebt, dat ik die pas gedraaid heb. Ja. Zou ik nu niet draaien?
Nee, zou ik het niet aan. Maar. Het is maar goed dat we één keer per jaar schoonmaak houden, want anders krijg je zo'n rommelig beeld op de radio. Precies. Het is net alsof het hier gaat om een amateur. En zo zijn we natuurlijk niet. Maar ik heb wel iets heel apart gevonden. Dus bij deze rommel wil ik even stilstaan. Het is een Amerikaanse leuke tekenfilmserie. Die heet Alvin and the Chipmunks. En die hebben deze versie opgenomen van Refugee, wat je net hoorde van Tom Petty. Je weet niet wat je hoort. Vader Abraham, eat your heart out. Maar zitten. Ze zijn gaan klaverjassen. Leg de kaarten maar weer op tafel. De speakers staan weer vol. We gaan er even herrie maken. Eerst nog even plassen. Zeg maar synoniem. Is het 8 uur op 1 april 2010. Dit is het nieuws, verzorgd door de VOO. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer opnieuw gediscussieerd over de paspoortkwestie. Minister-president Brinkman zei dat zijn kabinet niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van de malaise in de nietjesindustrie. Hierdoor is de productie van het paspoort opnieuw gestagneerd. Al eerder werd de vervaardiging van het document uitgesteld omdat het benodigde papier schadelijk voor het milieu bleek te zijn. De minister-president sprak de hoop uit dat er binnenkort begonnen kan worden met de aanmaak van het paspoort. Te meer omdat er dan ook weer verder gepraat kan worden over de verzelfstandiging van Nederland. Zonder paspoort heeft het namelijk weinig zin om de grenzen rond Nederland weer aan te brengen. Aldus Brinkman, die ook de voorzitter is van de internationale commissie die de komende verdeling van Europa regelt. De popgroep The Rolling Stones komt over een maand met hun 125ste cd The Rolling Chairs uit. Het album zal promotioneel worden ondersteund door een tour langs diverse bejaardentehuizen. Het is de derde keer dat de legendarische popgroep koffieconcerten geeft in verzorgingstehuizen. Tijdens de vorige tour bleef drummer Charlie Watts achter in een van de bejaarde flats. De verwachting is nu dat Mick Jagger zijn laatste rustplaats vindt in een bejaardentehuis. Mag ik jou een gewetensvraag stellen? Onder welke categorie valt deze? Hobbyliedje of... Deze valt vanzelfsprekend onder de categorie... Jullie konden me niet verstaan, dat komt omdat ik een haar aan het veulen ben. Ja, dat is altijd erg nadelig. Ze hebben hier verderop een douche gebouwd. Zo tussen de plaatjes door is het handig om af en toe in verband met het grote zweten tijdens dit soort avontuurlijke avonduren om er af en toe even een douche te nemen. Maar ja, dan sta je hier met natte haar en het is ook weer onhygiënisch. Koptelefoon op, gaat broeien, afijn. Rooikaseffect. En zo gaat het maar door. Nel en Pim waren dit dus, als in Mel en Kim Respectable. Zij dekten de lading als we het hebben over stokje eetkanonen. Wil je ook alweer? Waterman, hè? Oh, die? Ja. Want het was natuurlijk een belangrijk fenomeen in de jaren 80 waar wij als radio deskjockeys rekening mee moesten houden. Wie? Wij, hè? Op 0643x64, nu de eerste 10 bellers. Krijgen allemaal een t-shirt, een single en een cd van... Oh, gewoon de single. Sorry, dat is de allerlaatste single die in 19...
89 uit zal komen. Vorige week een klein stukje van laten horen. Het gaat om Pubic Enemy, A Tribe Called Quest. Niets. Werkelijk wonderbaar. Maar dan ook niets is toeval in dit leven, Jeroen. Want? Net als vorige week heb ik nu alweer een klein beetje zendheid over. Dus we zouden kunnen overleggen om weer een klein stukje te laten horen van de allerlaatste single van de 80er jaren. Is goed. Zal ik dan nog iets voordragen uit de Stenders en Van Inkel bundel? Ja, draag het schip voor. Aan de horizon. Hier volgt er weer een. Of een zwarte kat al dan niet ongeluk brengt, hangt er vanaf. Of je een mens bent of een muis. Komt niet in de boekhandel, dames en heren. En ook ambtenaren van het ministerie. Komt ie, hè? Dat was hem. Oh, dat is lekker. Ja. Buikzaantje, goed ritme. Ja. Nog een klein stukje dan? Ja. Nou, nee, doe maar niet. Ja, op sterren. Wat een mooie outfit heeft hij. Wow. Ja, dit hoort erbij, hè? We hebben jou letterlijk gestikt, hè? Kijk eens hier. Zo is dat. Schrikken je. Erg goed. Wat leuk, hè? Qua smoking. Waanzinnig, Erik. Vind ik hartstikke goed. Maar aangezien dit rock'n'roll is, hè, dit programma. Heb je wel spijkerbroek eronder? Heb ik wel mijn spijkerbroek eronder aan, uiteraard. En om het helemaal compleet te maken, ben ik buiten nog even in de hondenpoep gaan staan. Ah. Sorry, de fotograaf schrikt van mijn drum solo. Hey, ik kan het me voorstellen. Trouwens, na 1 januari niet meer smoking in dit gebouw, hè? Nee. Dat gaat ook zo uit, vrees ik, denk ik. Rock'n'roll in de jaren 80, dat was toch zonder meer wel, denk ik, de vrijdagavond tussen 17, hè? Is dit een compliment? Ja, dit is een compliment. Het is absoluut een compliment. Zeker. Gaan wij het nu al doen, trouwens, het gala gebeuren? Nee, het is 2:30. Je kent Alfred is meteen beledigd. Sorry, Alfred, jij ook. Oeh, galas. Galas beginnen altijd te laat, hè? Dus we zouden 9:30 een gala doen, maar dat wordt natuurlijk iets later. Ja, dat wordt ietsje later dan 9:30. Dat is de kamer. Dat heb ik wel. Ja. Erik, ik heb nog één belangrijke vraag aan jou. Voordat we met het gala beginnen. Voordat wij met het gala beginnen. Het Iri gala, hè? Het Iri gala is het, hè? Mm-hmm. Ja, en helden. Iri en helden gala. Iri en helden. Zal de geschiedenis ingaan als Iri Gate. Goed. Wij gaan ook proberen om vanavond weer een dekseltje op een potje te krijgen. Alweer één? Moet ik nog eventjes Leo Ramakers van Mojo Concerts Rotterdam hartelijk bedanken voor zijn top 10 die hij stuurde naar de kunstredactie Radio 3. Ja, erg goed. Op een of andere onverklaarbare wijze bij ons terechtgekomen. Hij geeft een overzicht van bezoekersaantallen. Top 10 heeft hij gemaakt voor wat betreft Nederland. Top 10 Simply Red, Eric Clapton op 9, op 8 Joe Cocker, Diana Ross op 7. Op 6 Paul Simon en Van Morrison, Paul McCartney op 5, Pinkpop 4, Pink Floyd op 3. Op 2 Gloria Estefan met 60.339 bezoekers plus een halve. En Simple Minds, wat die half is, weet ik niet, 88.506 bezoekers op nummer 1. Meer dan platen die ze verkocht hebben. Wow. 9:50, Stenders en Van Inkel op de Rock'n'Roll vrijdagavond met straks nog het Countdown Café. Maar zij zijn nog niet aan de beurt. Wij zijn toegekomen in de avontuurlijke avonturen aan een hoogtepunt in de geschiedenis van de vrijdagavond. Erik. Jeroen, de verkiezing. De belangrijkste verkiezing misschien in deze periode van terugblikken op het afgelopen jaar. Tussen 7 en 10 op vrijdagavond luistert heel Nederland. Wat gaat er nu weer gebeuren? Wie wordt nu weer publiekelijk, vult u zelf maar in, gezet? En wie wordt er gekozen tot de held of de heldin van het jaar? We hebben het allemaal gezien op televisieprogramma's, maar die radio, die goede oude radio, er was zelfs een noodkreet vandaag voor de radio, ja. Die gaat het dan toch weer maken. En die gaat het compleet maken, het hele verhaal. Allereerst, de luisteraars van dit programma, Stenders en Van Inkel, hebben gekozen voor een held van het jaar. Iemand die als een voorbeeld voor anderen geldt. Als in succes, als in... Vult u ook zelf maar weer in. Alles wat je zelf had willen zijn. Juist. En meer van dat soort zaken. De held van het jaar, gekozen door de luisteraars van Stenders en Van Inkel, is een heldin. Een heldin. En misschien wel een leeuwin. Mm. Candy Dulfer is de held van het jaar. Ja, Candy, ik mag je daarvoor een bos bloemen overhandigen. En met de productie van dit programma heb ik geregeld dat ik ook mag zoenen. Wow. Vind je dat goed? Nee. Ja. Ja. Dan moet even omkijken, Jeroen. Ja, meteen voor de foto. Je keert dan uiteraard je andere bank toe, hè? Oh, ja. Ja, maar we zijn niet in Limburg en Brabant, dus we doen het niet 3 keer. Hè. We doen het gewoon Amsterdams, 1 keer is genoeg. Er hoort nog iets bij.
Jouw eigen Stenders en Van Inkel spiegel, die hang je natuurlijk boven de toilettafel. Daar zit jouw pluim voor het jaar in en het is jouw Heldenaward van 1989. Dat is een mooie spiegel. En Unico die heeft hem gemaakt en daar heeft hij echt veel zorg aan besteed. Dus deze mag ik jou ook nog even overhandigen. Yo, Candy Delver, aan 89. Je hebt hem er ook helemaal mee verdiend. Zo dadelijk zullen wij bekendmaken wie de Irie van het jaar is geworden. Namens diezelfde luisteraars, eerst nog even Spargo en You and Me. Ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig ook naar die Irie, maar ik ben eigenlijk ook wel een beetje nieuwsgierig naar een reactie van onze vriendin, Candy Delver. Nou, ik ben diep geroerd, jongens. Nee, ik vind het echt erg aardig van jullie en hij krijgt een mooi plaatje. Ja, zeker weten? Ja, zeker. Oké, okay, dan zijn we daar in ieder geval. Toch wel op een plek waar hij thuis hoort, hè? Op het toilet of ja, zo? Toilet, of een... ja, toilet. Oh, okay, nee, dan... Aan de binnenkant van een kast. Ja. Zie maar, ik kan ook kleren ophangen. Oké, okay, dan zijn we er nu aan toegekomen. Jarenlang. De Irie van het jaar. Jarenlang, jarenlang hebben wij al mensen gefrustreerd met de zogenaamde Irie top 10. Jarenlang zat heel Showbiz Nederland voor de radio te schudden. Staan we erin of staan we er niet in? De snabbels hingen er vaak vanaf. En de snabbels gingen er ook vaak vanaf. Gelukkig hebben de meeste mensen die ooit in de Irie top 10 stonden het opgevat zoals het bedoeld was, als humor. En dan nu, om het een klein beetje toepasselijk aan een zielig einde te laten komen, hebben wij besloten om alle luisteraars te vragen om een Irie van het jaar op te sturen. Het eindejaarsresultaat is inmiddels binnen, wij weten het, en de Irie van het jaar is inmiddels ook binnen. Over sportiviteit gesproken. Dat is absoluut het toppunt van sportiviteit. Ja, ja, ja. Maar we vertellen nog even niet wie het is geworden uiteraard. Want we gaan eerst het overzicht doen van de Irie top 10 van 1989. Nou, ik mag als eerste voorlezen. Dat doet jullie waarschijnlijk goed, Rob. En Candy, 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 Candy. Ja, dit is het bekende middel. Oh, onze herkenningsmelodie eerst, hè. Even geduld hebben in het leven. Oh! Je mag meezingen eventueel. Ja? Ja. Maar dat hoeft niet. Fuck you! Fuck you!